Goedenavond kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waarin het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, president Santokki aan de vooravond van bezoek aan Georgetown. Suriname krijgt voorname positie op Dubai Expo. Meester André Sahib Lal ontvangt Nederlandse koninklijke onderscheiding. Baanwielrenner Jair Chonin Fa ontvangen door president Santokki. En Delta variant besmettelijker dan eerdere varianten COVID-19. Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Prasad Santokki legt van 17 tot en met 20 augustus aanstaande een bezoek af aan Georgetown, Guyana. Naast het staatshoofd en de First Lady reizen ook 5 ministers mee. De delegatie is op basis van functionaliteit samengesteld, zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken. Er zullen substantiële gesprekken gevoerd worden en verder staat er een ontmoeting tussen president Santokki en de nieuwe CARICOM-secretaris-generaal op de agenda. De president zal van 17 augustus tot en met 20 augustus in het buitenland zijn. Hij vertrekt laat in de middag op 17 augustus. Dus voor een groot deel van de dag is hij nog hier. Hij vertrekt naar Guyana met een delegatie bestaande uit de minister van Binnenlandse Zaken, International Business, Internationale Samenwerking, de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de minister van Openbare Werken, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en de minister van Transport, Communicatie en Toerisme. Dus de formele delegatie bestaat uit 7 personen die de substantiële gesprekken zullen voeren. En ik moet zeggen, de samenstelling van de delegatie is op basis van de functionaliteit van die agenda. Op de agenda staan zaken waar de ministers die ik genoemd heb noodzakelijk zijn om antwoorden te geven, dan wel in discussie te gaan, dan wel afspraken te maken. Qua programmering zal het zo zijn dat op 18 augustus in de ochtend de beide presidenten elkaar gaan ontmoeten, 1-op-1. En vervolgens zal er een kleine 2 uren gesproken worden over de samenwerking op het stuk van veiligheid. Dat zal gebeuren in besloten kring, dus in een kleinere groep met de veiligheidsautoriteiten van beide landen erbij. Daarna zal er een plenaire sessie zijn waarbij alle ministers aanwezig zullen zijn, inclusief de directeur van Staatsolie, de heer Jagisser, die meereist, omdat er een werkgroep is, Oil and Gas, dat tussen de beide landen is geïnitieerd en hij heeft daar de voortrekkersrol in. Die meeting zal een paar uren duren en dan is dat wat betreft de formele besprekingen tussen de beide regeringen. De bedoeling van die tweede sessie, de plenaire sessie, is dat de aantal knelpunten die we hebben geïdentificeerd aan beide kanten, die daar besproken zullen worden. Dat is inclusief het personenverkeer, het gebruik van de quarantainrivier, de issue van visvergunningen aan Guyanese vissers. Daar is nog veel werk aan de winkel. Er zal gesproken worden over bustransport en de wijze waarop dat gebeurt vanuit Georgetown tot naar Paramaribo en welke eisen daarvoor moeten gelden. We gaan praten over grensverkeer. Met name dus de kwestie van de documentatie die noodzakelijk is. Het gaat uiteindelijk toch nog om 2 verschillende landen. Wij zullen ook praten over de brug, over de quarantainrivier, waar we zijn en wat de volgende stappen moeten zijn. U weet, er is een expression of interest geweest. 30 bedrijven hebben zich daarvoor aangemeld. Daaruit is een preselectie gedaan door beide landen op basis van criteria. En dat is gedropt naar 8. En nu moeten er afspraken worden gemaakt over de openbare aanbesteding en onder welke criteria dat zal plaatsvinden. Dat is de plenaire sessie. Er zal ook een courtesy call door de president en de Min Bibis worden gebracht
aan de secretaris-generaal van CARICOM. De nieuwe secretaris-generaal van CARICOM, die ik dacht nauwelijks 2 dagen geleden de werkzaamheden heeft opgepakt. Dat is dokter Kalla Barnett. Het zal de eerste ontmoeting zijn van de president van Suriname met de secretaris-generaal van CARICOM. Ik heb met dokter Kalla Barnett als collega's gewerkt toen zij deputy secretary-general was en ik assistant secretary-general van CARICOM, dus ik ken haar nog van tijden geleden. Zij heeft de nationaliteit van Belize. Dezelfde dag, de 18e, zal een state dinner worden aangeboden door onze host, de president van Guyana. En op 19 is de aandacht voornamelijk op het bedrijfsleven. En u weet, samen met deze delegatie reist een 17-18-tal bedrijfslevenvertegenwoordigers mee. Sommige van ze hebben bedrijven in Guyana, andere hebben intentie om iets op te zetten en andere zijn aan het oriënteren met partners. Zij zullen op de eerste dag, op de 18e, hun eigen ontmoetingen hebben, maar op de 19e zal de president samen met de First Lady de official launch doen van Optiek Ninon in Georgetown. Suriname is wat betreft haar duurzaamheid een voorbeeld voor de wereld. Dit gegeven levert ons land een voorname positie op de Expo 2020 Dubai. Dit groots gebeuren met een deelname van 192 landen en een verwachte aantal van 25 miljoen bezoekers vindt plaats van 1 oktober 2021 tot eind maart 2022. Suriname heeft de nummer 1 paviljoen in de categorie Sustainability op het ruim 430 hectare tellende expo-terrein. Minister Albert Ramdien sprak tijdens een op maandag 16 augustus belegde persconferentie van een uitstekende gelegenheid van zaken doen voor Suriname. Laat me beginnen aan te geven dat wij als regering vanaf het begin hebben gezegd dat naast het oplossen van de vraagstukken waarmee we nu te kampen hebben, dat we moeten vooruitzien. Dat we moeten kijken op welke wijze we de Surinaamse samenleving, de Surinaamse economie, het Surinaams bedrijfsleven kunnen ondersteunen op weg naar een duurzame ontwikkeling. President Santokki praat dus vaak over de urgentiefase, de crisisfase die we nu, zeg maar, een paar maanden geleden afgesloten hebben met een stukje redelijke stabiliteit. Op weg naar stabiliteit en herstel, daarin zitten we nu, vandaar ook het IMF-programma. En allerhande maatregelen die getroffen moeten worden. Maar uiteindelijk duurzame ontwikkeling, groei en stabiliteit kan alleen gerealiseerd worden als je dus productie ontwikkelt. Als je dus je verdiencapaciteit vergroot. Als je je productiviteit individueel en collectief kan doen toenemen. Dat is dan de echte ontwikkeling. Om dat punt te bereiken gaan we een aantal zaken moeten doen. We zijn reeds begonnen om onze reputatie, ons imago wereldwijd te herstellen, te verbeteren. Want als men denkt dat Suriname er op een bepaalde manier eruit ziet en Surinamers op een bepaalde manier reageren op bepaalde voorstellen, dan gaat men niet komen. Wij moeten een klimaat hier creëren dat aantrekkelijk is, dat de mensen inspireert om hier naartoe te komen. Niet alleen om te komen om te kijken, dat is ook belangrijk, want dat is een dienst, dat is toerisme. Maar ook de bereidheid hebben, het vertrouwen hebben om te investeren. Dat is het eerste. Daarmee zijn we goed bezig. Vandaar ook al de betrekkingen die we aangaan internationaal. En we zijn daar tevreden over. Het tweede traject, dat simultaan moet gebeuren, is hoe interesseer je het internationale bedrijfsleven om hier aanwezig te zijn. We weten allemaal dat we een geweldig land hebben. Maar gewoon een geweldig land hebben is mooi, maar het levert je niks op. Er moet iets gebeuren met die mooie bronnen die we hebben, maar op een verantwoordelijke manier. En vandaar dat aspect van duurzaamheid. Wij zitten in een park, een deel van die 438 hectare die Dubai Expo heeft, zitten wij in sustainability, in duurzaamheid.
Komen we straks op terug. Dus dat is het tweede. Wij moeten stappen ondernemen terwijl we bezig zijn crisis te overwinnen en stabiliteit en herstel te realiseren. Moet je als regering vooruitkijken? Moet je als regering investeringen plegen? Moet je als regering kijken naar wat voor mogelijkheden zijn er in de wereld? Nou, deze gelegenheid van Dubai 2020 is de beste gelegenheid die er is om dat stukje werk te kunnen doen. Niet de enige, maar wel de beste op korte termijn. Het is een wereldexpo. Het is een expo dat in 2020 gehouden had moeten worden, maar vanwege COVID uitgesteld is naar 2021. Maar de naam is gebleven Expo 2020 Dubai. Het is een periode van 6 maanden, van 1 oktober 2021 tot en met eind maart 2021. Er zullen 193 landen daar aanwezig zijn. Dus de hele wereld. Simpelweg. Van het kleinste land tot het grootste land. Daar niet zijn, onmogelijk is dat een vraag, waarom zijn we er? Daar niet zijn, betekent dat we onszelf niet serieus nemen. Zo simpel ligt het. Als we ontwikkeling willen creëren, dan moeten we serieus bezig zijn. Dat is één. Er zullen 25 miljoen bezoekers zijn. Dat is geraamd over een periode van 6 maanden. Nou, 500 miljoen mensen, dat is 2 maal de bevolking van Nederland. En 10 malen onze eigen bevolking. Dus als u zoveel mensen tegelijkertijd daar kunt hebben, dan weet u dat, dat de kansen vergroot worden op het zaken doen. Het presenteren van Suriname. Er zullen 5,5 miljoen zakenlieden zijn en bedrijven die daar zullen zijn. 44.000 bedrijven zullen op 1 plaats, op 300 hectare, bij elkaar zijn. Dat is een uitstekende gelegenheid, een uitstekende investering. Niet een kostenpost, maar een investering naar de toekomst toe. De 94-jarige meester André Jainenden Sahib Lal is door de koning van Nederland benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Deze bijzondere onderscheiding vond op maandag 16 augustus 2021 plaats op de residentie van de Nederlandse ambassadeur aan de Anton Drachtenweg. Ambassadeur Henk van der Swan heeft namens de koning Willem-Alexander de onderscheiding gedaan. President Chandrika Prasad Santokhi heeft samen met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking deze plechtigheid bijgewoond. Ambassadeur Van der Swan gaf aan dat meester Sahib Lal deze onderscheiding kreeg vanwege zijn bijzondere en beroepsmatige activiteiten die altijd in samenhang zijn geweest met Nederland en Suriname. Het is mij een bijzonder genoegen om mede te delen dat Zijn Majesteit de Koning bij Koninklijk Besluit van 30 juni 2021 heeft behaagd de heer Sahib Lal te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau, sprak de diplomaat. President Santokhi bracht ook zijn felicitaties over aan meester Sahib Lal. Het staatshoofd ziet meester Sahib Lal als een bindmiddel tussen 3 diaspora-generaties, te weten kind van een contractarbeider uit India, kind van Suriname en met zijn kennis draagt hij bij aan de verbondenheid met de diaspora van Nederland. Ik heb vele meesters in de rechten gekend, maar ik heb weinig mensen gekend die het recht meester waren. Nog voordat u meester in de rechten was, had u al zoveel kennis dat u met deze titel rondliep. U heeft veel bijgedragen, kennis overgedragen en schrijft nog steeds. Niet alleen binnen de rechtsgemeenschap, ook daarbuiten verricht u voldoende om uw dienstbaarheid te tonen aan de samenleving. Dit is wat wij nodig hebben, aldus president Santokhi. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op zondag 15 augustus 2021 baanwielrenner Jair Tjonenfa op de Johan Adolf Pengel luchthaven ontvangen. Het staatshoofd bracht persoonlijk de felicitaties over aan de sporter voor de uitmuntende prestaties tijdens de recente Olympische Spelen Tokio 2020 in Japan. De 27-jarige Tjonenfa behaalde vorige week de 4e plaats op het onderdeel Keirin. Hij was de eerste Surinaamse baanwielrenner in de Keirin-finale op de Olympische Spelen.
De COVID-19 Delta variant is besmettelijker, omdat het zich veel meer in de lucht verspreidt, waardoor het gemakkelijker wordt om andere mensen te bereiken. Er zijn ook aanwijzingen dat de Delta variant zich gemakkelijker kan hechten aan menselijke cellen in de luchtwegen. Dit betekent dat kleinere hoeveelheden van de variant nodig zijn om een infectie te veroorzaken, in vergelijking met de oorspronkelijke stam. Deze variant kan mogelijke ernstige ziekten veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen. Er vindt momenteel verspreiding plaats van de Delta-variant binnen de gemeenschap. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt de ernst van de situatie en wijst ieder nogmaals erop zich te houden aan de geldende COVID-19-maatregelen, waaronder de Mohana-maatregels. Laat u zich vaccineren, alleen zo kunnen we onszelf en anderen beschermen tegen dit virus. Kijkers, we zijn gekomen aan het eind van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.